De NCTV die heeft dus, wat uit die WOP-documenten naar voren is gekomen, heel dubieus gehandeld. Want interne juristen hebben gezegd van, hey, dit is onrechtmatig. Wij mogen dit niet. Maar ze hebben vervolgens een risicoanalyse gemaakt. Welk risico nemen we nou als we hier toch mee doorgaan? Dus hoe hoog zou een boete kunnen zijn? Wat zou het kunnen doen met het vertrouwen? En ze hebben gewoon besloten om er toch mee door te gaan. Uit WOP-documenten blijkt dat de NCTV zich bezig heeft gehouden met het volgen en monitoren van kritische Tweede Kamerleden. NCTV monitort geen Kamerleden. Wat er gebeurt is dat communicatieafdelingen het beeld vormen van wat leeft er nou in de samenleving. Ze lopen daar op die afdeling van dus 225 personen. Bedenk eens even hoeveel mensen dat zijn die de hele dag bezig zijn met monitoring, et cetera. Er zijn een paar invloedrijke analisten die gewoon de dienst uitmaken. Uit onthullingen van NSC, die heel veel medewerkers heeft gesproken, blijkt ook dat er een angstcultuur geldt. En wat je ziet, ze komen steeds met analyses en adviezen die precies passen in het plaatje van de regering.